is het Kids Weekjournaal van donderdag 26 november. Met Engelse bruggen die op instorten staan en een overvaller die vreemde dingen opeet. Maar we beginnen met een bijzonder vliegtochtje. En let goed op, want na de mop van de dag hebben we nog 3 vragen voor je over dit journaal. Een normaal vliegtuig verbruikt liters kerosine. Die brandstof wordt gemaakt van aardolie en dat goedje raakt langzaam op. Daarom wordt er door onderzoekers gezocht naar een nieuw soort benzine die ook beter is voor het milieu. Maandag steeg het eerste vliegtuig op met biobrandstof. Vliegen zonder dat het slecht is voor het milieu is nog ver weg. Maar een klein stapje zijn we dichterbij gekomen met een bijzondere vlucht van maandag. Toen klom een passagiersvliegtuig de lucht in op een mengsel van kerosine en een brandstof gemaakt van plantjes. Dit is een goede stap en het is een belangrijke stap. Maar we moeten wel het bompje bij het beestje laten om een hele lange weg te gaan. KLM heeft nu een eerste testvlucht gemaakt met onafhankelijke waarnemers, waaronder het Wereld Natuurfonds en de minister van Economische Zaken. Met 1 motor van de 4 voor 50% draaiend op een biobrandstof. Maar natuurlijk, het is natuurlijk erg mooi wat er vandaag gebeurt, maar waar het eigenlijk om gaat, dat je uiteindelijk voldoende gecertificeerde brandstof hebt om dit op wereldwijd mogelijk te maken. En wat is nou het verschil voor de passagiers? De passagiers merken niks van, ik aan boord merk er ook niks van. Dus voor iedereen is het net zo veilig als anders. Noodweer in Groot-Brittannië zorgde de afgelopen dagen voor enorme overstromingen. Het water trekt weer weg, maar de ravage is enorm. Vooral bruggen hebben het zwaar gehad en zijn niet veilig meer. Ongeveer 1800 bruggen in het Noord-Engelse Lake District worden op veiligheid gecontroleerd. Vrijdag kwam er namelijk een politieman om het leven door een gevaarlijke brug. Dagen heeft het gebied last van overstromingen. Duizenden huizen kwamen onder water te staan. En veel wegen en bruggen zijn nog afgesloten voor al het verkeer. I mean, they can't go to school, basically. It's obviously a 90-mile round trip, with all the bridges being closed. And we just don't know when those bridges are going to reopen. There's a divide now at the moment. You know, my sister lives that side, her kids can't get to school. People can't get to work. There's no shops open at that side, there's nothing getting into the villages, so I honestly don't know what's going to happen. En dan nu kort nieuws. Weet je nog wie Susan Boyle is? Deze Engelse vrouw werd beroemd door haar optreden in de show Britain's Got Talent. De huisvrouw en zangeres heeft nu haar eerste cd af en geniet enorm van de aandacht van haar fans. Deze week ging ze naar New York om daar te zingen. De cd's zijn nu al razend populair. I dream that love would never die. Dinsdag is in Urk een stille tocht gehouden voor Dirk Post. De 14-jarige jongen werd vorige week vermoord in het bos gevonden. 3 jongens werden aangehouden en 1 van hen zit nog steeds vast. Het hele vissersdorp Urk is verdrietig om Dirk. Tijdens de stille tocht liepen duizenden mensen met fakkels mee. Kon ik maar vliegen? Heb jij dat wel eens gedacht? De Zwitserse Yves Rossi ook, maar hem lukt het nog ook. De stuntman heeft een vliegtuigpak gemaakt die hij op zijn rug kan binden. Vorig jaar vloog hij al over het kanaal naar Groot-Brittannië. Zijn nieuwste plan is om vanuit Marokko op te stijgen in een vliegtuig, er dan uit te springen en tot aan Spanje zelf verder te vliegen. Een Amerikaanse man werd aangehouden door 2 politieagenten. Terwijl zij druk bezig waren met fouilleren, lukte het hem om een belangrijk papier op te eten. Deze man uit de Amerikaanse staat Ohio weet heel goed hoe hij zichzelf uit de problemen kan helpen. Nadat hij is gearresteerd voor een bankoverval, weet hij een papiertje op te eten. Op het papier stond: geef me geld, anders schiet ik je neer. En de agenten hadden niks door. Helaas voor de verdachte hielp zijn peuzelhapje niks. Eenmaal op het politiebureau werden de camerabeelden teruggekeken. Daar werd de verdachte ook gelinkt aan een aantal andere overvallen. Maar toch, leuk geprobeerd. En dan nu de vraag van de dag. Het antwoord op de vraag van gisteren is Nepal en Tibet. Op de grens van deze 2 landen ligt de Mount Everest. De vraag van vandaag gaat over bruggen. Weet jij hoe de beroemde brug van Rotterdam heet? Morgen hoor je het antwoord en hebben we weer een nieuwe vraag voor je. Tijd voor het weer. Zware buien met hagel en onweer. Dat kun je vandaag verwachten. Verder waait het ook flink, dus de herfstom is nog niet gaan liggen. Ook morgen gaat het regenen en waaien en het wordt dan zo'n 10 graden. Dit was het voor vandaag en dit is ook de laatste keer dat ik het journaal presenteerde. Maar morgen zijn we er gewoon weer. Tot dan!
Hoi, ik ben Matthijs. Ik ben 10 jaar en ik heb een hele leuke raadsel. Welke bekende Nederlander sticht grote branden aan? Ron Brandstichter.